Hier kun je zien hoe je heerlijke hamkaasbroodjes moet maken. Daarvoor meng je eerst in een schaaltje de gist met suiker en het lauwe water. Dat roer je goed los. Laat je ongeveer 5 minuten staan. Zeef dan een bloem in een grote kom met wat zout. Dan maak je een kuiltje in. En daarin gaat dan boter en het gistmengsel. En dit roer je dan van binnen naar buiten. Langzaam elke keer wat bloem toevoegen en wat water toevoegen. Vervolgens kneed je dit dan met de hand of met de keukenmachine gedurende 10 minuten tot een elastisch deeg. Dan maak je er een bal van, vet je een kom in, dan leg je het deeg in, dek je af met een folie en laat je hem tenminste een uur rijzen. Ondertussen heb je natuurlijk voldoende tijd om de ham in kleine stukjes te snijden. Na ongeveer een uur is het deeg in volume verdubbeld. Dan sla je dat terug op een met bloembestoven oppervlakte. En dan rol je dit uit tot een lap van ongeveer 40 bij 60 centimeter. Ongeveer 5 mm dik. Dan rasp je daar de kaas overheen. En vervolgens verdeel je dan ook de ham eroverheen. En dan rol je de korte kant, die rol je op. En dan snijd je de plakken van ongeveer een centimeter dik. Deze plakken leg je dan op een bakplaat met bakpapier. Ongeveer 3 centimeter ertussen. Die dek je af met folie en laat je 20 minuten ongeveer rijzen. Dan smeer je daar geklopte ei op en dan vervolgens de kaas. En dan bak je deze af in 15 tot 20 minuten in de oven op 200 graden.